Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van donderdag 23 februari. Met onder andere start bouwappartementen en supermarkt in Bartokkwartier, ganzenbestrijding in Arnhem en waterstofstation Highgear. Aan het Bartokplein in Arnhem is gistermiddag gestart met de bouw van appartementen, een supermarkt en een nieuwe ingang naar de parkeergarage. Pieter Pluijgers sprak met Gerry Elfrink, wethouder van cultuur en erfgoed. Gerry, jij was hier bij de start van de bouw van woningen en een supermarkt bij het Bartokkwartier. Iets eerder stond je hier ook aan de overkant het beginsloophandelingen te verrichten. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Ja, in mei hebben we hier een begin gemaakt met de sloop van het leegstaande kantoorpand wat hier stond. Wat ook niet heel erg mooi was. En hier wordt inderdaad nu gebouwd aan woningen en de supermarkt. Hartje Binnenstad, Bartokkwartier, bij het Aardvaker, bij Rosette, bij de Heer van Amstel. Een mooi plekje midden in de stad. En we gaan ook parkeergarage Rosette gaan we een extra ingang geven aan de kant van de binnenstad. Dus dat is ook voor de mensen die met de auto naar de stad komen heel fijn. Dan kunnen ze makkelijker de garage bereiken. De gemeente werkt hier samen met Condor Wessels. Wat is de rol van Condor Wessels hierin? Die ontwikkelen dit en die bouwen dit. Want het is een bouwbedrijf. We hebben duizenden bouwvakkers in dienst. Ze werken overal in Nederland. We doen ook veel in Arnhem. Zij ontwikkelen ook eigenlijk om hun bouwvakkers aan het werk te houden. Nou, hier is genoeg werk te doen hier in Arnhem. Dus er zijn ook een aantal dingen. We zijn ook bekend van het project Stadsblok in Mijnenswijk. Daar willen zij ook gaan bouwen. We gaan ze eerst slopen ook. Leegstaande fabriekshallen. We maken daar plaats ook voor horeca en woningen. Dat soort dingen. We hebben hier een mooi gebied met de Rosette, een hotel en een horecagelegenheid daarnaast. Gaat dit de levendigheid en de leefbaarheid van dit gebied vergroten? Ja, zeker. Zo'n leegstaand kantoor, daar hebben we helemaal niks aan als stad. En zeker in het hart van je stad is dat echt doodzonde. En er is heel veel belangstelling om in Arnhem te komen wonen. Er komen nu zelfs mensen uit Amsterdam. Die zeggen ja, in Amsterdam de prijzen zijn belachelijk hoog. En Arnhem heeft zo'n leuke binnenstad en er gebeurt hier nu zoveel. Ik wil graag in Arnhem komen wonen. Dus alles wat hier in de verkoop en in de verhuur gaat, is meteen weg. En dat is het succes van de Arnhemse binnenstad. Beweging die er nu is en die willen we heel graag op gang houden. Dus dit is ook niet het laatste project. Er komt nog veel meer. Het aantal ganzen in Arnhem moet worden teruggedrongen. Ze veroorzaken verkeershinder en vallen parkbezoekers lastig. Tijd dat in elk geval een deel van de ganzen verhuizen. De gemeente en het waterschap Rijn en IJssel heeft het bedrijf Hofganzen in de arm genomen, dat een diervriendelijke methode heeft ontwikkeld om ganzenpopulaties in de stad te beperken. Een aantal van de dieren wordt gevangen en verplaatst naar een opvang. Ook zullen ze hekken plaatsen om broedeilanden in de vijvers. Het gaat dan met name om de vijvers aan de Thomas A. Kempislaan, in Park Presikhaaf en Park Sonsbeek en om de Lauwersgracht. In Arnhem werd vorige week woensdag een nieuw waterstoftankstation geopend aan de Oude Veerweg. Uitbater van de vestiging is het Arnhemse waterstof- en gasbedrijf Highgear. Het woensdag geopende station is een tijdelijke locatie. In de toekomst wil het bedrijf een grotere vestiging openen in Arnhem. Achtbaan Harbor Festival viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. Het dancefeest dat het Musis Park onveilig komt maken op Koningsnacht en Dag heeft vandaag zijn line-up bekendgemaakt en daar zitten grote namen bij. Organisator Pascal Rietman is erg gelukkig met aangetrokken optredens. Zo kunnen Arnhemmers genieten van acts van Bicep, De Sluwe Vos, de afsluiter op Koningsdag en het Duitse duo Ame. Vanwege de voortgang van de nieuwbouw van Musis kan het festival eind april weer deels terug naar de oude opzet. Culinair evenement over koken gesproken blijft in het Musis Park. Tot zover het nieuws. We wensen u nog een fijne avond en graag tot morgen.